Wanneer komt nu eindelijk die grote dag? Daar had ik een plannetje voor bedacht. Ik vlucht in de letters. Ik zou alles gaan doen wat God verboden heeft. Ik vlucht in de woorden. Oh, nou kijk, is misschien alleen maar leuk omdat het stiekem is. Ik vlucht in de studie. Weet je wat ik hoop? Dat we zo bij dat stukje van het squirten aankomen. Het schijnt dat er meer geld omgezet wordt in de porno-industrie dan in de gewone filmindustrie. Maar hier in Hoorn kijken twee mensen. Waarom moet iemand weten of ik mij nat of droog scheer? Maagd zijn. Ik vond dat zo verschut. En al die flessen wijn, zodat ik mijn verweer wat sneller opgeef. Als hij je slaat, gewoon terugknallen en wegrennen. Moet dat echt nog een keer? Toen was het uit. Ja, zo kan het leven gaan, hè? Ik hoop dat u er wat van opgestoken bent. Groetjes, kusjes. Jezelf. Ja tegen de kracht der verbeelding. Ja tegen het avontuur van de kunst. Ja tegen het leven. Ja tegen het hoogste woord. Ja tegen alles, betamelijk en onbetamelijk. Ja tegen het schouwspel van de werkelijkheid. Ja tegen elk waardevol samen zijn.